Goedemiddag, dames en heren. Dag, meisjes en jongens. Welkom bij deze schooltelevisie-uitzending. De eerste in het nieuwe jaar. We gaan kijken naar de vijfde aflevering van de serie Wat doe je daar? En vandaag is de kaasmaker aan de beurt. Ine mine mutte, 10 pond gutte, 10 pond kaas. Ja, kaas. Daar hou ik wel van. Mogen ze me best op trakteren. Maar ja, als je zo'n stukje kaas eet of een boterham met kaas, dan denk je er eigenlijk nooit bij na wat er allemaal gebeuren moest voordat het kaas was. En het is vast wel leuk om daar eens naar te gaan kijken. Kaas wordt gemaakt van melk, van veel meer melk dan er in deze pan zit. Dit wordt zuursel. Deze melk is gekookt en daarna een beetje afgekoeld. Er gaat wat zuursel bij dat de vorige keer is bewaard. De pan moet dan een dag blijven staan. De melk wordt zuur en dik en heet dan zuursel. Het is nog vroeg in de morgen. De koeien zijn net gemolken. De melk is dus heel vers, nog warm. Er gaan wel 20 bussen in die grote bak. Veel, hè? Als je elke dag 3 bekers melk drinkt, heb je wel een jaar nodig om deze bak leeg te drinken. De kaasmaker noemt zo'n bak een top. De melk moet een beetje kouder worden. De kaasmaker kijkt op de thermometer of die koud genoeg is. Dit is de pan zuursel die de kaasmaker gisteren heeft gemaakt, weet je wel. En dat gaat bij de melk in de top. Een beetje bewaren voor het zuursel voor morgen. Er moeten nog meer dingen bij de melk. Bijvoorbeeld een klein beetje stremsel. Dat kan de kaasmaker kopen bij een fabriek. Al de melk in de top en het zuursel en het stremsel en nog wat andere beetjes uit flesjes moet nu een half uur rustig blijven staan. Het mag niet te vlug afkoelen. Daarom gaat er een deksel op. Als het half uur voorbij is, kijkt de kaasmaker of de melk voldoende gestremd is. Zie je dat de melk anders is geworden? Stijf, net pudding. Dit is een mes. Eigenlijk een rijtje messen. Echte messen met een scherpe kant voor en een botte kant achter. De stijve pudding moet in heel kleine stukjes worden gesneden. En dat snijden duurt een kwartier en de kaasmaker gebruikt daarvoor een machine. Aan die machine maakt hij 2 van die messenrijtjes vast. De messen doen hun werk. Ze snijden. De scherpe kant zit voor, daar heeft de kaasmaker op gelet. Ze snijden de dikke pudding in steeds kleinere stukjes. En als je goed kijkt, zie je dat die stukjes drijven in iets wat op een dunne, een beetje groenige melk lijkt. Van die stukjes wordt straks de kaas gemaakt. En dat heet wrongel. En die dunne, groenige melk heet wei. Zo, het kwartier is voorbij. De machine staat stil. Dit ding noemt de kaasmaker de aanhaalband. En die gebruikt hij nu als een soort safe om de wrongel tegen te houden. Want er moet nu wat wei uit de top. Niet alles, want dan zou er te veel lucht in de kaas komen. Allemaal gaten, weet je wel. Maar ook niet te weinig, want dan krijgt de kaas later een zure smaak. De kaasmaker weet precies hoeveel wei uit de top moet. Hij kiept de emmers met wei leeg in een grote ton. Kalveren vinden wei lekker en ze groeien er goed van. Dus straks is het feest voor ze. Het beetje wrongel dat toch nog uit de top was gewipt is opgevangen in een zeef en gaat mooi weer terug waar het hoort. Nu draait de machine weer. Weer gaan de messen door de wrongel. Maar nu snijden ze niet, want de bottenkant zit voor. Eigenlijk roeren ze nu alles in de top rustig en voorzichtig door elkaar. En dat moet. Er gaat kokend water bij, want alles in de top moet nu warmer worden dan het was. Natuurlijk weet de kaasmaker precies hoe warm.
Op de thermometer kan die zien of het goed is. Nee, het is nog niet warm genoeg. Er moet nog meer kokend water bij. En dan moet alles weer een kwartier draaien. Niet snijden, weet je wel. Rijpen heet dat. Nu, een kwartier later, laat de kaasmaker weer wat van de wei weglopen. En ook deze wei gaat door de zeef in de ton. Voor de tweede keer gaat er kokend water bij, want alles moet nog warmer worden. Dat kokende water dampt wel erg, hè? Maar de wei en de wrongel in de top worden niet echt heet. Nee hoor, alles moet nu net zo warm worden als de melk toen die uit de koe kwam. Even kijken of het warm genoeg is. Ja, nu moet de machine nog eens draaien. Niet zo erg lang meer. En in die tijd kijkt en voelt de kaasmaker of de wrongel korrelig genoeg is. En daarna moet alles weer een half uur stil blijven staan. Dan gaat de kraan weer open om de wei te laten weglopen. Ook nu niet alles, want, je weet het, dan komen er gaten in de kaas. Ook voor de kalveren. En nu, eindelijk, gaat de kaasmaker van al die korreltjes rongel kazen maken. Een kaasvat achter de aanhaalband, een kaasdoek in het vat en dan handen vol wrongel erin. Af en toe aandrukken, er kan nog meer bij. Kaasdoek dicht slaan en nog eens drukken. En zo straks gaat er een deksel op het vat. Dat is geen gewoon deksel, het blijft niet op de rand liggen. Die deksel kan in het vat zakken om zo wei uit de wrongel te drukken. En dat gebeurt op de kaaspers. Het deksel drukt op de wrongel, in de kaasdoek, in het vat. Dat witte ding is ook een kaasvat, een nieuw, van kunststof. Niets mag bij het kaasmaken te vlug gaan, het afkoelen ook niet. En daarom dekt de kaasmaker de vaten toe met een stuk plastic. Een half uur blijven de vaten zo staan. Dan zullen de kazen in het vat worden omgekeerd en dan gaan ze weer onder de pers. Dan 3 uren. Als straks de kaas wordt omgekeerd, plakt de kaasmaker dit ding erop. Een stempel noemen ze dat. Nu gaat het omkeren gebeuren. Deksel eraf, kaasdoek eruit, die is kletsnat en je ziet de vorm van de kaas al. Het stempel erop, zie je wel? En nu moet hij weer onder de pers, 3 uren dus. Daarna wordt hij nog eens omgekeerd. En dan blijft hij 6 uren onder de pers staan. Dit is het pekelbad, een bak met zout water. Als ze onder de pers vandaan komen, gaan de kazen daar een halve dag in. Daarna moet de kaas verder rijpen. Na een paar dagen smeert de kaasmaker een laagje plastic om de kaas. Onder dat plastic blijft de kaas schoner. En natuurlijk droogt de kaas ook minder uit. Het rijpen gaat door maandenlang. En elke dag moet de kaas worden gewreven en omgekeerd. Dat zag je mij doen aan het begin. Hoe langer de kaas blijft liggen, hoe ouder hij wordt en hoe scherper de smaak. Maar de wei wordt niet oud. Daar zorgen de kalveren wel voor. Moet je eens opletten hoe vlug ze hun bordje leeg eten.
voor de post. In de fabriek of bij de post. Klap in je handen, draai je het rond. Stamp met je voeten op de grond. 1, 2, 3, 4. De koe geeft melk en de melk wordt kaas. En de kaas wordt natuurlijk opgegeten. Maar als de koe geen melk